Het moet volgens mij heel plots gaan, als ik het goed begrijp. Gaan we zo meteen uitgebreid over praten. En Silvio Erkens is hier. Dat is een beetje de aanleiding dat we het over praten. Want hij is van de VVD, Kamerlid. En hij kwam deze week met een nieuw liberaal klimaatbeleid. En hij is daarvan de kartrekker. Meneer Erkens, welkom. Kunt u in een paar zinnen uitleggen waar dat voor staat? Dat nieuwe klimaatbeleid van de VVD, die nieuwe visie. Ja, zeker. Wat je heel erg ziet in de politiek de laatste jaren is dat er eigenlijk twee dominante geluiden waren in het klimaatdebat. Aan de ene kant had je partijen die relatief sceptisch er tegenover stonden. Die zeggen, nou, wat Nederland doet maakt wereldwijd geen verschil, dus waarom moeten we dit doen? Ja. Aan de andere kant zag je partijen die klimaatverandering wel erkenden, maar die ook een bepaalde morele blik op het juiste leven daarbij hadden. Dus een bepaalde levensstijl is daarvoor nodig. Economische krimp is misschien nodig. Onze huidige levensstijl kan niet doorgezet worden. En wat ik eigenlijk wil neerzetten met de fractie is een optimistisch verhaal waarin we gaan aantonen dat klimaatbeleid onze levens ook kan verbeteren, beter kan maken. Denk alleen maar aan nu de energiecrisis waar we nu al zitten. Gas importeren uit Rusland, olie uit het Midden-Oosten. Daar kunnen we veel zelfvoorzienender worden in de toekomst. Dat haalt de kosten ook omlaag. En tegelijkertijd ons leven toch op een goede manier kunnen blijven leiden. Met die ambitie om ook klimaatverandering tegen te gaan. Dat moet samen kunnen. En dat optimistische verhaal, dat willen we eigenlijk tegenover die twee flanken zetten die wat ons betreft in het verleden te veel de discussie genomineerd hebben. We gaan even 3 jaar terug in de tijd. 3 jaar en een paar maanden. Uw partijleider was toen te gast bij het AD, geloof ik, in een van de Q&A-sessie. En die kreeg toen ongeveer dezelfde vraag en zei toen dit. Ja, maar je moet ook een beetje een leuk leven blijven hebben met z'n allen. Weet je, dat is wel het verschil met GroenLinks. Dan moeten we allemaal met geitenwolle sokken en een kachel zachter en dan in een zwart-wit foto wonen. Yeah. Je moet ook wel met z'n allen een leuk leven blijven hebben. En Formule 1, ja, natuurlijk is dat vervuilend. Maar het is niet dat die dingen de hele dag daar rondrijden. Nee. En er zal ook af en toe nog wel eens ergens open haard gestookt worden. En weet ik veel, weet je. En een barbecue aangaan, alsjeblieft. Laten we ook wel gewoon ons leven blijven leven. Maar kunnen we dus blijven barbecue? Is dat wat u nog steeds zegt? Ja, we kunnen volgens mij in de toekomst ook blijven barbecue, maar waarschijnlijk op een andere manier. Onze levens zullen zich aanpassen, maar ze kunnen nog steeds heel fijn zijn. Dus als je bijvoorbeeld alleen maar al kijkt naar de verduurzaming van de gebouwde omgeving, van de woningen van mensen. Als je een goed geïsoleerde woning hebt, dat is goed voor het klimaat. Mm-hmm. Maar het zorgt tegelijkertijd ervoor dat je er comfortabel bij zit in de winter en een lagere energierekening hebt. En zo zie je over al die sectoren veel van die voorbeelden waar het gewoon zinvol is om dat beleid zo snel mogelijk uit te voeren. Ja, want dat wonen in een zwart-wit foto, wat Rutte toen GroenLinks verweet, dat ziet u eigenlijk nog steeds zo. U zegt eigenlijk op de flanken, is het aan de ene kant is het of het bestaat niet, en aan de andere kant is het wonen in een zwart-wit foto, want dan moeten we te veel versoberen. Dat is eigenlijk het punt wat u maakt. Ja, als je hem helemaal plat slaat, wel inderdaad. Ja. Maar het belangrijke hieraan is volgens mij is dat een groot deel van Nederland gelooft in klimaatverandering. Die maakt zich daar zorgen om. Die vragen zich af, wat betekent dat voor mij? Kan ik dat betalen, die veranderingen wat nodig zijn? En wat betekent het voor mijn leven? Want ik ben natuurlijk niet elk minuut van de dag bezig met het maatschappelijke vraagstuk klimaatverandering. En wat volgens mij kan en wat nodig is, is om economische groei in de toekomst, het verbeteren ook van onze levenskwaliteit, dat het hand in hand kan gaan met verduurzaming. En volgens mij zien we op heel veel vlakken nu ook dat dat kan. Dus als je alleen al kijkt naar de verduurzaming van de industrie bijvoorbeeld, ja, als ze die in Nederland willen houden, dan kan die niet meer vervuilen. Dus als wij een goede industriële basis in Nederland willen hebben, dan moet die verduurzamen. En op veel vlakken zie je dat de technieken nu uit de kinderschoenen komen, dat die ontwikkeld gaan worden de komende jaren, en dat we wat mij betreft echt aan de vooravond staan van grote stappen. Maar toch, u moet samenwerken met andere partijen waar je toch wat vaak wat rigoureuzere teksten hoort. Uw coalitiepartner D66, die noemde zichzelf de klimaatminister Jette, noemde zichzelf ooit de klimaatdrammer. Die zegt, je moet toch wel van wat meer zaken af. Hè? Je moet rigoureus ingrijpen. En u zegt eigenlijk, dat moet rustiger. En dat moet op zo'n manier dat de burger kan blijven leven. Gezellig had u het over in een interview in Trouw afgelopen weekend. Hoe rijm ik dat nou? Moet het langzamer? Moet het breder? Kunt u concreet een paar dingen noemen waarin u dan verschilt van bijvoorbeeld een Rob Jetten? Ja, zeker. Dus ik noemde het ambitieus en realistisch. En die ambitie, dat staat eigenlijk voor hoeveel stappen kunnen we zetten. Bijvoorbeeld richting 2030, een van die mijlpalen op klimaatbeleid. Hoeveel CO2-reductie kun je behalen? En de jaren erna. En die ambitie die kan hand in hand gaan met klimaatbeleid wat ook betaalbaar is voor burgers en wat ook uitvoerbaar is van Nederland. Ja. En de grote verschillen daarin zitten inderdaad dat wij veel meer geloven in die innovatie stimuleren, aan het uitrollen van nieuwe producten, nieuwe markten, nieuwe verdienmodellen wat dat betreft ook. Dus je laat de markt haar werk doen. Dus een van de meest succesvolle voorbeelden van klimaatbeleid wereldwijd is een Europese prijs die wordt nu betaald door de grote industrie en door energieproducenten op CO2. Uh-huh. Ja, dat zijn instrumenten waardoor de markt zelf ook ziet dat ze moeten gaan veranderen. En dat soort instrumenten willen we wat dat betreft ook meer inzetten om gewoon die verandering in gang te brengen. U zit tegenover een klimaatonderzoeker, Roland Kuipers. Als u dit hoort, wat zegt u dan? Wat is uw reactie? Nou ja, kijk, we moeten
even goed kijken waar we nu zijn uitgekomen. We hebben, wat voor een systeem hebben we geschapen in Nederland? We zijn het rijkste land van Europa, vijfde rijkste land van de wereld. We hebben het land met de hoogste ongelijkheid in de wereld. Uh-huh. En een van de hoogste graden van vervuiling. Dus wij lopen ongelooflijk achter op het gebied van schone brandstoffen. De fijnstof in de lucht is hoog, de stikstof enzovoort. Dus we hebben een rijk, ongelijk en vuil land geschapen in wezen. Dat is het resultaat van, wat is het nu, 20 jaar rechtse premiers. En dat is waar we zijn. Hè? Dus dat hoef je ook niet om te treuren, maar daar zijn we nu op uitgekomen. Mm-hmm. Dus prioriteit stellen bij de economie dan maak je zo'n systeem. En dan is dit het uitgangspunt. En dan denk ik dat, als wat ik hoor van de VVD... Ja, weet je, dat zijn een beetje dezelfde dingen die je hoort bij de Republikeinen in Amerika. Dat is de nieuwe manier om de emmer achter de boot te zijn. Is om een beetje wat van die algemene dingen te roepen. Kijk, je kunt ook blij zijn dat ze toch klimaatplan omarmen. Maar goed, je moet er ook iets aan doen. Dat is een beetje het punt. Kijk, CO2-beprijzing is iets waar we het al 20 jaar over hebben. En het is langzamerhand duidelijk dat op zich geen slecht idee is, maar een marginale bijdrage levert. En dus het gaat me er niet om schuldig en zo hierin aan te wijzen. Maar we zijn dus op een ongelooflijk, in Nederland en ook van een ontzettend slecht uitgangspunt qua klimaat. En het is ook een beetje noblesse oblige. Als je nou het rijkste land van Europa bent, moet je natuurlijk nog iets doen. Wat ik verwacht is een veel hoger niveau van ambitie. Maar u zegt het moet sneller en meer. Ja, maar de vraag is hoe. Dus ik heb recent een boek geschreven en dat heet The Climate Policy Revolution. Die probeert dit probleem te analyseren. Is van waarom zijn we, en Nederland is daar niet uniek in. Hè? De meeste landen blijven natuurlijk ontzettend achter. Hè? De CO2-uitstoot in de wereld neemt nog steeds toe. Ja. Dus per saldo worden met z'n allen niet de acties ondernomen die proportioneel zijn met de urgentie van het klimaatvraagstuk. Dus als je in een bedrijf of een organisatie een probleem moet oplossen, dan moet je maatregelen nemen die adequaat zijn voor het probleem die er zijn. En dat doen we niet. Ik ga even naar meneer Erkens terug. Toch even de stelling die genomen wordt is, we hebben een rijk land met wat ontzettend vervuild, meer dan andere landen in sommige gevallen. En eigenlijk hebben we er gewoon een inhaalslag te maken, als ik even goed vertaal wat meneer Kuipers zegt. En is wat u eigenlijk betoogt, gaat niet meer genoeg? Nou, volgens mij hebben we voor 2030 ook in de coalitie ook al hele ambitieuze doelen afgesproken nu. Dat is 55% reductie. En we proberen zelfs naar 60% te komen. De planbureaus in Nederland geven aan dat het maximaal haalbare is als je alles probeert te doen. Gedwongen door de rechter, waar het kabinet ook nog... De rechter heeft geen uitspraak gedaan over de 2030 doelen. Dat klopt gewoon niet. Dat is een urgente uitspraak. Het ging over de huidige uitstoot, 25%. Tot aan de Hoge Raad geprocedeerd. Dat is de uitspraak geweest. Als u me laat uitpraten, zal ik mijn kant van het verhaal toelichten. Nederland is een heel dichtbevolkt klein land. Het is een rijk land inderdaad. Het is trouwens niet het meest ongelijke land van Europa. Maar dat, van de wereld. Van de wereld zelf. Nou, als u dat gelooft, dan mag dat. Maar dat zijn waarschijnlijk hele andere cijfers dan alle andere die wij zien. Maar als je kijkt naar klimaatbeleid... Laten we niet elkaar heen praten. Als je kijkt naar klimaatbeleid in dit geval... Nederland heeft een hele grote industriële basis. Dat ten eerste. We hebben hele grote industriële clusters. Chemie, staal, producten die de hele wereld overgaan. We hebben een grote logistieke sector, grote havens. Ja, die CO2 die telt mee binnen onze landsgrenzen. Dat klopt. En tegelijkertijd moeten we die dus ook hier gaan verduurzamen. Want je kunt wel voor beleid gaan zijn dat nog sneller gaat dan het maximaal haalbare wat al nodig is. Gewoon in wat er kan. Maar dat betekent gewoon, nou, laat die bedrijven maar vertrekken. Laat ze maar naar China gaan, dan importeren we daar wel staal vandaan. Dan schiet de wereld niks meer op. Worden wij armer van. En voor dat beleid zijn we niet. En wat we nu aan het doen zijn, is een ontzettend moeilijke transitie. Onze hele manier van leven duurzamer maken. Voor de industrie betekent dat ontzettend grote infrastructuur die aangelegd moet worden. Denk aan de stroomnet wat verzwaard moet worden. Waterstof wat we moeten gaan produceren op een groene manier. Al die technieken moeten van de grond komen. Dat zie je nu ook gebeuren. Er wordt in de markt heel veel in geïnvesteerd. Er is ook veel beleid op. Uh-huh. Ja, en dat heeft gewoon wel tijd nodig, in alle eerlijkheid. En dat willen we zoveel mogelijk gaan versnellen. Maar dan moet je ook realistisch in zijn. Dat kan niet van vandaag op morgen veranderen. Meneer Kuipers, het kan gewoon niet zo snel zoals u misschien wil. Nee, om te beginnen zijn we ongelooflijk laat begonnen. En daar moet je verantwoordelijkheid voor nemen. Het eerste is, we zijn overigens wel het meest ongelijke land ter wereld. We hebben een Gini van 0,9 op het gebied welvaart. Er is geen enkel ander land die dat heeft. En wat ik in mijn boek probeer te analyseren is dat, hoe kom je hieruit? Hè? Want
Het is ook niet echt de schuld van politici en het is niet de schuld van bedrijfsleven. Want die zitten maar zo... Je komt er in ieder geval niet uit door te gaan kijken wie de schuldig is, toch? Nee, maar wel door te analyseren wat er aan dit systeem is. En dat is niet alleen Nederland, maar in het algemeen. Dat we dus niet in staat zijn om de stappen te nemen die er nodig zijn. Uh-huh. En